wat er gebeurde in deze Mindtopia aflevering. Rennen! Dan ga ik hem erin staan, kijk. Ja, kom. Oké. Dit is dus de geheime bunker van Sam, oftewel Sireox. Kill hem. Doe het. Just do it. Yo, kijkers van Gino Weetje Games, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Mindtopia aflevering. Ik ben Gino, vandaag staan we hier met onze sappige Sireox. Hi. Hoi. Yo, vandaag gaan wij naar de geheime bunker van de Sireox. Want ja, hij heeft wel best wel slim ingekocht. Als er een noodramp ergens gebeurt, tot zowat iedereen doodgaat. Weet je wat, de wereld gaat eraan. Kan ik misschien wel bij hem schuilen. En natuurlijk kan hij wel zichzelf schuilen. Maar mag ik bij jou schuilen als de wereld vergaat? Ja, maar ja, ik had natuurlijk al een geheime kelder in Sunnyville. Die ook een keer in een video is geweest, weet je nog? Weet ik niet meer. Jawel. Dat heb ik zelfs opgenomen. Ja, klopt. Ja, weet ik. Ja. En nu is het er een in Wood Springs. Wacht even. En ja, deze is nog veel vetter. Wacht even, ik heb hier een fitpil van een kijker gegeven. En dat helpt jou ook om sneller erheen te gaan. Oh, ja, ik eet net. Oh my God. Ik ben al snel genoeg. Nee, ja, dat voor mezelf. Om jou een beetje bij te kunnen houden. Jij moet constant op mij wachten. Wacht, ik ga even een paar keer springen. Kijk, hier is mijn bedrijf. Dit is echt vervelend, hè, want... Als ik het wil terugverkopen aan de gemeente, dan door die natuurrampen dus. Als ik het wil terugverkopen aan de gemeente, dan kan het niet, omdat ze zeg maar... Ja, ze willen eerst dat ik al die appartementen... Want heel veel mensen hebben een appartement gekocht, weet je wel. Ja. En dan willen ze eerst dat ik al die mensen ga uitbetalen voor hun appartementen. En dat kost echt meer dan 1 miljoen voor mij om al die mensen uit te betalen. What the fuck? Want er zijn 10 appartementen en ze waren ongeveer gemiddeld 100.000 per stuk. Dus dan gaat het echt iets van 1 miljoen voor mij kosten om iedereen weer uit te kopen. En daarna geeft de gemeente er misschien ook net aan 1 miljoen voor terug. Dus ja, dan maak ik gewoon verlies erop. Dat ga ik mooi niet doen. Oh, wauw. Ja, die gemeente, jongen, af en toe. Het was ook in mijn livestream. Toen ging ik even naar de KVK. Was die blijkbaar afgekeurd door een paar dingetjes die niet gebouwd is. En ik heb een boekje al een paar weken al voor de KVK ingeleverd. Maar ze reageren maar niet. Daar word je echt helemaal lijp van. Ik neem even mijn fitpilletje. Die heb ik van een toffe kijker gekregen. Een vitamine A pilletje. Dus ik hoop dat die... Oké, we moeten hier wel even snel rennen. Want zo meteen is er weer zo'n gek die ons helemaal verrot gaat slaan. Net als in de livestream. Ja, klopt. Jij werd constant geslagen, joh. Hey, mijn fitheid is nog niet omhoog gegaan, maar... Oh, kijk, nu gaat hij omhoog. Hoi, kijk. Ja, daar komt alweer iemand achter me aan. Ik zie er al een. Ja, niet Crafter Bowen, maar nog Trilias of zo heet die guy. Ja, die Crafter Bowen, die is ook al vaker in de video geweest. Dus die volgt ons waarschijnlijk, die wordt in de video. Mijn fitheid is 71. Ik hoop gaan we gelijk door? Ja, we gaan gewoon gelijk door, want ik voel me hier altijd nooit veilig. Nee, ik ook niet. Dus ze volgen ons wel, ze volgen ons. Jezus, ik ben bang. Ik hou gewoon mijn schild in mijn hand, dan kunnen ze me weinig doen. Ja, nou ik heb geen schild, ik ben zo arm, hè. Maar jouw zaken lopen nog helemaal netjes in mijn Tobia. Ja, ik heb met die Craft & Bow, daar doe ik zaken mee. Dus ik snap wel waarom, ja. Hij wil gewoon een beetje in de video, dat is altijd leuk. Ja. Met mijn zaken gaat een beetje minder. We gaan zeg maar allemaal leuke dingen inkopen. En dat mag ik nog niet allemaal vertellen. En daar ga ik wel geld... Laat die Crafter Bower even kijken. Mag ik hem insluiten? Ja? Ga dit zo openzetten. Ja. Dan ga ik hem erin staan. Kijk hier. Ja, kom. Oké. zeg geld. Zeg geld. Oké, kom er ook maar in. Hey, hoi. Nou ja, dit is dus de geheime bunker van Sam, oftewel Sireox. En hier kan hij dus wel goed schuilen als er noodrampen zijn. Goh. Vraag je even. Ja, mogen we 9.000 lenen? Want dan kunnen we een casino kopen. Voor de mensen die nog afvragen, dat komt binnenkort ook in de video. Zeg tegen hem van, als je hierin gaat, dan mag je 9.000. Als je hierin gaat, mag je 9.000. Maar dat gaat hij waarschijnlijk heel moeilijk doen. Als hij er zo in gaat, hè, dan is het... dan niet. Dan niet.
Ja, hij zit er zelf weer in. Hij heeft zichzelf opgesloten. Gino, doe normaal. Lol. Wat is hier allemaal? Oh, hij is erin, Kijk, nu moet je hem wel 9k gunnen. Ja, weet ik. Laat me er ook in! Oh ja, is goed. Hoi. Jullie mogen met z'n tweeën in de cel? Ja, jongen. Hier. Kijk, je krijgt 9k. Aan wie moet ik het? Ja, aan de Krafton bouwen. Aan hem. Hoi. We zitten vast, Crafted Bowen. Ja, dank je. Zo. Even zelf vooruit ook. Nee, maar dit is dus best nice. Ja, ik zou het eerst heel anders laten maken, maar ja. Ik vind het wel, ziet er wel nice uit op zich hoor. Maar ja, wat is hierboven? Ja. Misschien gaat Woodspinks uiteindelijk ook weg, dat weet ik nog niet echt. Dus ik laat het eerst maar even zo nog. Ja. En hier, deze wapenstok is wel echt nice. Oh shit. Maar ja, kijk, het is nu wel nog voor 8 uur, maar ze kunnen niks doen, want ze... Kill hem. Doe hem. Just do it. kill it, please. Het doet geen damage. Echt? Nee, ja, maar je kan er alleen mensen mee wegslaan, zeg maar. Je kan hun armor kapot maken. Wacht, mag ik over die verandering? Vind ik op zich wel chill. Ik mag ook niet te veel zeggen, maar dat zeg ik gewoon een beetje. Ja, als mensen gewoon meer willen weten, moet je zeker even geabonneerd zijn op mijn kanaal. Want dan kun je al het mijn Topia avontuur ontdekken. Want ik mag sommige dingen nog niet te veel zeggen. Maar dit is wel even aan Sereox. Over gewoon die verandering. Over dat er bepaalde dingen weggaan. Dat vind ik best wel chill, want er zijn zoveel steden dat sommige niet actief zijn. En als het zo klein is, is het meestal altijd wel wat drukker, weet je? Inderdaad. Dat... Ja, Cosmo is nu zone 1 en dan gaat, ik denk het hoor, dat is wat ik denk natuurlijk. Het hoeft niet per se waar te zijn. Maar ik denk dat dan zone 1 weggaat, en want Myntopia en Sunnyville is nu ook zone 2. Dus ja. Ja. En Malibu's, als het goed is, nu zone 3. Ja, het is hier. Zo, jij wist het gewoon zelf. Ja, ik heb je video wel gezien. Ja, toppen. Derde verdieping? Ja, jij weet het zelf nog beter dan mij, joh. Of is het hier? Kijken. Oh nee, ik weet het niet. Wacht, het is wel volgens mij de derde verdieping. Je hebt een nieuwe kist. Volgens mij... Oh, het is hier. Crafter Bowen, die loopt denk ik vast wel goed. Ja, die loopt goed. Die is hier vaker. Je hebt een nieuwe kist. Zit ik nog op? Ja, ik zit nog. Oké, ik heb een nieuwe kist. Zo, allemaal appels. Kijk, zelfs dit weet ik van jullie celletjes. Dus dit is... welke kist... deze bovenste is van ons. Oké. Plot. Info. Nou, dat zijn al zijn vrienden. Maar dit is dus onze gevangenis. Ik zit nu vast. Hoe kan ik mezelf opsluiten? Wacht, ik ga... Ah, ik zit vast. Ja. Ah. Help! Hielp! Nou, ik ga er niet in. Ik vertrouw hem niet helemaal. Kom jij eens hier? Ja, nu ben ik al mooi weg. Oh. Kom! Deze trap is echt vervelend. Sreox. Opsluiten. Nee, maar ja, Erben is hier. Wacht, ik ga Erben slaan. Erben is dik. Erben, oh shit. Ja, nu moet ik weggaan. Oh shit. Hij ging naar me toe. Kutzooi, nu zit hij zo meteen ook achter mij aan. Hij komt hier, hij staat me aan te kijken. Erben is dik. Oh shit. Zo komt hij hierheen. Oh shit. Oh shit, nee! Hij is achter Jan! Rennen! Hij spant hier, what the fuck! Oh, hij spant hier, binnen! Disconnect! Oh, PvP log! Nee, hij heeft me niet aangeraakt, dus ja joh. Oké, nou ja mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Smash zeker een like op en Sam dwingt jou om deze video te liken, toch? Sam, jij dwingt dat gewoon. Ja, mensen liken deze video. Ja, en check zeker het kanaal van Sireox. Ik zit er helemaal te shaken, like. Hè? Ja, één like. Eén like. Zullen we dat halen? Ik denk het niet. Maar dat zou wel echt super insane zijn als we één like halen, hè? Eén. Ja.
Nee, oké. Ja, check zeker het kanaal van Shereox. En dan zou ik zeggen, later mensen. Joejoe. Hey, maar gast, hij komt echt legit achter je aan, hè? Ja. What the fuck?